Dag lieve mensen. Hallo allemaal. Hallo. Ja, wij zijn weer het volgende filmpje bezig. En dat is de gave van genezing. Oeh, dat is wel een hele spannende. En waarom is die zo spannend? Omdat het ook natuurlijk iets is wat heel heftig is. Want ja, nou is dat natuurlijk met alle gaven van de geest zo. Want als je geloof krijgt van iemands financiën, is dat ook vaak in een situatie dat het heel heftig kan zijn. Maar genezing... Ja, heeft direct te maken met je lichaam, heeft direct te maken met ziekte, met dingen die enorme impact hebben op mensenlevens. Dus als we over genezing praten en wat God daarin wil doen, dan maakt mij dat altijd extreem voorzichtig om daar allerlei claims in te geven en allerlei dingen te doen. En ik denk dat dat ook een belangrijk uitgangspunt is, dat je een cultuur van nederigheid en eer met je meedraagt, waarin je ook gewoon zegt, ja, wij hebben een God die geneest, want dat is waar, en dat is, de hele Bijbel staat er vol van, we zullen dat straks ook nog ontdekken, en die wil genezen, maar dat je tegelijkertijd ook eerlijk bent dat, ja, in mijn geval in ieder geval niet iedereen waar ik mijn handen op leg geneest. Ook al heb ik gelukkig heel veel mooie genezingen meegemaakt, en ben ik heel dankbaar voor wat God wel doet. Dus daar wil ik even mee met jullie naar gaan kijken, en dan hebben we dus die prachtige gaven gekregen, die in die gereedschapskist zitten, en dan gaan we kijken hoe we die uit kunnen pakken en kunnen gebruiken. En ook daarbij zullen we weer een aantal voorbeelden geven uit ons eigen leven. Om jullie te inspireren en om God te eren. Want dat is waarom we die geven. Inspireren is een heel mooi woord trouwens. Hè? Dat betekent in spirit. Dus dat betekent dat de geest in je komt. Het getuigenis van Jezus, de geest van profetie. Daarom geven wij ook getuigenissen in onze filmpjes. Dat gaat niet over ons. Het gaat over wat God wil doen. En wat God wil doen door ons heen en voor ons. Dat wil Hij ook voor jou doen. Want het is dezelfde God. En daarom doen wij dat. Maar nogmaals, genezing, ziekte, er zijn zulke grote dingen soms over gezegd. Maar het is zo belangrijk om daar integer en vol bewogenheid mee om te gaan. Zoals Jezus ook vol bewogenheid was met zieken toen hij op deze aarde was. En dan is het goed om een context te scheppen dat niet iedereen in de Bijbel geneest. En ik denk dat dat ook een goede context is in ons leven. Hoewel wij mogen streven naar zoveel mogelijk genezingen door onze handen heen. Ja, daar zelfs naar moeten streven. Dat zal ik straks ook aantonen vanuit het woord. Is het ook gewoon de realiteit dat we natuurlijk niet moeten gaan roepen iedereen geneest en iedereen geneest, zolang dat niet zo is. Kijk, als je nou een avond gehad hebt en iedereen geneest, bel mij. En, want dan wil ik heel graag dat je mij de handen oplegt. Dat leggen we nog wel een keer uit waarom. Want dat kun je dus ook overdragen, dat soort gaven, en wakker maken. Maar dat zou heel bijzonder zijn. Want zelfs Paulus liet ergens een zieke achter. Jezus, we hebben net in het filmpje, moet je het vorige filmpje maar eens lezen over gehad, dat Jezus elke dag langs de poort, of dat er een man elke dag bij een poort zat, waar Jezus ook langs is gelopen, en dat hij toch niet genezen werd. Maar pas toen Petrus en Johannes daar kwamen, was er genezing voor deze man. En zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel. Hè? Johannes 5 komt Jezus bij die man, bij de badwater van Bethesda. En er is één iemand die daar geneest. Het ligt daar vol met zieken. Dus het is allemaal niet zo simpel. En dingen die niet eenvoudig zijn, die moet je eigenlijk ook niet simpel maken. Zeker niet in de dingen van het koninkrijk. Want het is best heel bijzonder als je Jezus volgt in de genezingen die hij doet. Soms neemt hij iemand de stad mee uit en pas dan gaat hij voor diegene binnen. Soms spuugt hij in ogen, soms maakt hij modder. Zo zijn er allerlei verschillende manieren. Nou, waarom doet Jezus dat en waarom werkt dat zo? Ook daar hebben we over nagedacht, maar daar zijn deze filmpjes niet voor. Daar hebben we een cursus voor, die kan je online volgen. Die heet Spirit and Senses. Kijk maar op iamloved.nl/zintuigen. En als je het niet kan vinden, app ons even in een berichtje of een reactie. Daarin gaan we echt helemaal in op hoe dat soort dingen dan werkte en wat we kunnen leren om daar meer en meer in te bewegen. Dat is heel interessant. Maar ja, het is dus niet heel eenvoudig zomaar dat je zegt van bam, 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 knal, knal, knal en dan gebeurt het allemaal. En tegelijkertijd is het wel zo dat we er zo in mogen bewegen. Nee, als Jezus zijn discipelen uitzendt in deze wereld, dan staat in Markus 6 vers 13, ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Halleluja. Als we een missie hebben, laten we even heel duidelijk zijn, dan is dat de missie die we hebben op ons leven voor iedereen. Dat ging over de discipelen van Jezus. Nou, jij bent ook een discipel van Jezus, toch? Een leerling, een volgeling van Jezus. En als je dat nog niet bent, dan mag je ook eventjes contact met ons opnemen, want dan breng je graag in contact met hem. Ja, dus een volgeling van Jezus heeft als missie, als opdracht om veel demonen uit te drijven. Leuk hè, dat woordje veel ook, dus niet een paar, maar veel. Dus veel zieken te zalven met olie en hen gezond te maken. Markus 6, vers 13. En je leest dan ook als die discipelen terugkomen bij Jezus, zijn ze zo enthousiast over wat ze meegemaakt hebben. Ga maar eens lezen, dat is zo mooi. En ergens anders in het woord staat Markus 16 vers 17 ook, dezelfde opdracht weer.
die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Die komt ook nog langs, hè, de tongentaal. Slangen zullen ze oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen niet schaden. Wow. En op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Dus dat is gewoon onze opdracht. Dus hoe moeilijk en hoe spannend soms die dingen ook zijn rondom ziekte en genezing. En hoeveel spanning daar ook over is in kerken en in gemeentes. Het is jouw opdracht als discipel van Jezus om daarin te wandelen. Nou, daar kwamen wij ook ooit achter toen we net hervormd en bleu Jezus leren kennen. Dat dat daadwerkelijk in de Bijbel staat. En we zijn dat ook gaan doen. En door het te doen hebben we zoveel geleerd en zoveel ontwikkeld. En als we het dan vandaag hebben over de gave van genezing die God geeft aan mensen in het lichaam. En waar God van jou en iedereen vraagt om je ernaar uit te strekken en erin te bewegen. Dan gaan we dat vandaag ook gewoon doen, toch? Want we willen toch gehoorzaam zijn aan wat God van ons vraagt. We hebben hele mooie voorbeelden. Eentje die vind ik altijd heel aansprekend was. Iemand die kwam naar ons toe. We hebben net ook al wat voorbeeld gegeven. Want kijk, al die gereedschappen van de Heilige Geest lopen door elkaar. Hè? Dat is net als een gewone timmerkist. Ja, daar zit een schroevendraaier in en ook een hamer en een bijl. En soms, of een vijl, hoe noem je zo'n ding. Soms gebruik je de dingen ook in combinatie. Je hebt soms combinaties nodig. Ja. Ik weet nog dat er een vrouw naar ons toe kwam lopen op krukken. En ik wist gewoon, jij gaat vanavond dansen op het podium. Nou, dat zeg ik ook echt. En wij bidden voor, nou, ik denk dat we echt kunnen zeggen dat we voor duizenden mensen inmiddels gebeden hebben in ons leven. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ik dat zomaar zeg. Dus God deed iets, gaf een woord van kennis. En dat bracht ook genezing. En die vrouw liep zonder krukken weg. En diezelfde avond nog was er een oproep om je getuigenis te komen geven. En zij staat op het podium om te vertellen wat er gebeurd is. En echt waar, zonder dat zij iets daarover vertelde, vraagt die voorganger, zullen we een dansje doen dan? En opeens stond zij te dansen op het podium. Dat is mooi. En zij werd de gave van genezing door een woord van kennis of door een geloof heen. En ineens is het daar. Dus dat vind ik mooi, daar wil ik je ook mee bemoedigen. Als je, het is niet altijd alleen maar je handen op zieken leggen en ervoor bidden. Dat is wel ook een opdracht, dus dat doen wij dus ook. Dus daarom zeg ik ook, we hebben inmiddels voor duizenden mensen gebeden in ons leven. En dat zullen we ook altijd blijven doen als er ziekte is. Als er is, ik leg mensen altijd mijn handen op. Ik vraag ook ze mag salven als ik dat bij me heb. En zoals de discipelen ook in Markus 6. En zo doen we dat. We hebben mooie dingen meegemaakt. Daar willen we je ook mee bemoedigen. Daar willen we ook God mee eren. En we hebben een prachtig verhaal ook gehad met een jonge man. En ik kwam daar eigenlijk, toen had ik nog op het bedrijf, om een offerte uit te brengen bij zijn vader. En zijn vader vertelde me over die zieke jongen. En ik reed naar huis en de Heilige Geest zegt tegen mij, jij gaat geen offerte uitbrengen voordat je gevraagd hebt om voor hem te mogen bidden. En die vader stond bepaald niet heel positief tegen het geloof toen nog. Maar goed, misschien kun jij het verhaal vertellen. Ja, die vader vond het wel een goed idee dat wij langskwamen. Ja, zeker. En die zoon ook. En die zoon die had een tumor. En was echt kwaadaardig en was echt eigenlijk een soort al opgegeven door de doktoren. En wij legden uit wie we waren en dat we in Jezus geloofden. En dat wij werkelijk geloven dat, dat er ook gezondheid en genezing is. Ook zelfs in zulke dodelijke ziektes als dat hij eigenlijk had. En we vroegen gewoon eenvoudig, mogen we met je bidden? Mogen we je aanraken op je hoofd? Mogen we naast je komen zitten? Vind je dat oké? En we deden dat eigenlijk gewoon in gehoorzaamheid. En de kracht van God was daar. Ja. En hij werd echt zo aangeraakt door de simpele voorbeelden die wij eigenlijk noemden. We noemden een aantal simpele voorbeelden uit het woord van God. En we ervoeren echt de kracht en de warmte en de zalving van de Heilige Geest ook stromen door zijn lichaam heen. En ik weet nog heel goed dat ik ook echt een voorbeeld van de film Narnia aanhaalde. En dat hij ook daardoor zo geraakt werd. Dat hij zelf het geloof ontving dat hij zou blijven leven. En dat Jezus hem daardoor heen zou helpen, door de operatie heen. En hoe mooi is dat, dat hij daar ook van mocht getuigen. Een heel aantal weken later. Dat Jezus Christus hem echt door de operatie heen had geholpen. En dat daar waar hij eigenlijk doodverklaard werd door doktoren en wetenschappers. Dat het onmogelijk was dat hij nog kon leven. Dat hij zei, maar Jezus heeft mij werkelijk hier doorheen geholpen. En Jezus bestaat en hij heeft mij echt genezen. Hoe mooi getuigenis is dat. Prachtig, ja. Ik zat net nog even in mijn WhatsApp even erbij te pakken van dat hij ons toen ging appen van er is een wonder gebeurd. En het was zelfs zo dat ze tijdens de operatie eigenlijk niet meer iets weg te halen hadden. Terwijl die een paar weken daarvoor nog niet geopereerd kon worden omdat het te groot was. En de kans op overlijden
zo groot zou zijn. Dus ik had het nog even erbij gepakt. Want ja, het is zo mooi. Maar dat is maar ook een voorbeeld. Want ook dat soort dingen hebben we zoveel. Ik zat pas afgelopen week nog met Michelle in een livestream. Waar dan ook weer zoveel mensen aangeraakt worden. En het is reëel, lieve mensen. God wil genezen. Het is niet iets wat wij in onze vingers kunnen krijgen. Dat gaat God ook niet doen. Want wij zouden helemaal niet om kunnen met die verantwoordelijkheid. Dat als iedereen altijd zou genezen enzovoort. Maar we hebben een God die geneest. En de getuigenissen zijn er te over. En natuurlijk, uiteindelijk zijn er altijd veel te weinig mensen nog die genezen. En daarvoor roep ik jullie ook op. Want ik geloof dat er nog te weinig mensen genezen. Omdat er ook te weinig mensen bewegen in de gaven van genezing. Ja, want ik geloof niet dat God door maar een paar mensen heen wil dat wil doen. Nee, God wil dat door zijn hele lichaam, door zijn hele volk heen wil hij dat doen. Dus als jij hem volgt, wil hij door jou heen genezen. En hoe meer mensen er gaan bidden voor genezing, hoe meer genezingen de plaats gaan vinden in het lichaam van Christus. Amen. En hoe meer het lichaam van Christus gaat functioneren. In ieder geval hebben wij ons leven, wij bidden altijd voor genezing. We leggen altijd onze handen op zieken. Mm-hmm. Waarom? Simpelweg, het is een opdracht. Het gaat mij niet om het resultaat. Want ik kan geen mensen genezen. Michelle ook niet. En er is er maar één die kan genezen. Dat is God. En niet, maar we willen het wel door jou, mij willen het door jou en mij heen. Ja, door je simpele eigen handen. Amen. Halleluja. En, maar we zoeken niet een gave. We zoeken geen genezing. Maar we zoeken eigenlijk altijd dat Jezus wil zal geschieden in de hemel. Al zo op deze aarde. En we zoeken dus niet die gift, niet die gave. Maar we zoeken Jezus. En daar waar wij gefocust zijn op Jezus. Daar komt genezing, zal genezing stromen. En dat zien wij keer op keer. Dat we mensen echt aan het hart van de Vader brengen. En je bidt soms voor een zere knie, maar je wordt bepaald bij een bitter hart. En de Heilige Geest laat zien dat er een bitter hart is. Genees het bittere hart en de kniepijn moet ook wijken. En zo simpel is het soms. Echt hoor. Ja. Wonderlijk. Wonderlijk mooi ook om deze dingen met God uit te zoeken. En als je het altijd doet in relatie en vanuit nederigheid, dan beschadig je mensen er ook niet mee. Als je gewoon altijd toestemming vraagt en altijd eerlijk zegt van ja, ik zeg het altijd zo. Ik zeg, ja, wij bidden heel veel voor zieken en ja, er genezen soms mensen, maar er genezen ook veel mensen niet. Daar ben ik heel eerlijk in, maar ik geloof dat mijn God wil genezen. Mag ik voor je bidden? Nou goed, we hebben al gezegd nogmaals, waarom altijd niet genezing enzovoort. Er is een prachtige cursus, Spirit Ascensus, daar wil ik je van harte aanmoedigen als je dat leuk vindt. Niet om die te verkopen of zo, maar het gaat mij erom dat jij gaat bewegen in de dingen van het koninkrijk. Want dat is wat ons hartsverlangen is. Mm. En hoe meer mensen er gaan bewegen, hoe meer Gods glorie zichtbaar wordt, hoe meer God kan genezen, enzovoort, enzovoort. Dus eerst de challenge en daarna gaan we ook nog bidden voor genezing. En dan gaat Michelle eerst bidden voor impartatie van de gave van genezing. Die zij echt draagt nog veel meer dan mij ook, want ik zie ook bij genezingen, maar bij mijn vrouw zie ik het nog veel meer. Ze heeft ook echt een bediening van genezing op haar leven. Er zit ook weer een verschil in, maar goed, daar gaat het nu niet over. Maar zij gaat voor jullie bidden dat je die genezing, die gave echt geactiveerd zal worden in je leven. Maar ik wil ook vragen of ze wil bidden voor genezing, voor mensen die dit kijken en ziek zijn, zodat je ook aangeraakt kan worden en Gods Heilige Geest ook gewoon een genezend werk in jou doet nu. En daarvoor, voordat we dat gaan doen, wil ik je deze challenge meegeven. Jij zit in het filmpje te kijken. Dat betekent dat je eigenlijk een soort cursus doet. En hoe leuk is het als jij nu gewoon even aan de Heilige Geest gaat vragen. Wie is er in mijn omgeving ziek? En wie mag ik vragen om voor diegene te bidden? Heel simpel. Je stuurt een appje of een mailtje naar die persoon. En je zegt, ik doe een cursus over de Heilige Geest. En ik geloof dat de mensen genezen. Niet iedereen, maar ik geloof dat mijn God wil genezen. Ja. Mag ik gewoon simpelweg voor jou bidden? En daar, of God jou wil genezen. En dan kan iemand ja of nee zeggen als je dat vrijblijvend vraagt. En dan kan jij daarin oefenen. Doe dat met 1, 10, 100 mensen. En je zal zien, God gaat werken door jou heen. Amen, amen. En het is zo simpel, je stuurt een appje en iemand zegt bijvoorbeeld, ik heb rugpijn. En je zegt direct, ik verbreek die rugpijn in de machtige naam van Koning Jezus. En ik zegen jou met heelheid en in de opstandingskracht van Koning Jezus. Yes. En het volgende appje was dan van die bewuste meneer. Ja, Michelle, de rugpijn is werkelijk weg. Gewoon één simpel appje en God geneest. En hoe eenvoudig kan het zijn? Heerlijk. Ik ga voor jullie bidden, zoals Albert heeft gezegd, voor de impartatie, de overdracht. Hoe simpel ik het heb ontvangen. Ik stond ervoor open. Het is eigenlijk net als Maria, laat mij geschieden naar uw wil. En als dat ook jouw verlangen is, dan kun je zo ontiegelijk veel meer ontvangen vanuit de hemel. En hij is hier. Dank u Heer, dat u hier bent met
Ja, met uw gaven. Uw gaven van geloof, maar ook echt uw gaven van genezing. De gaven van genezing die u wil geven, zodat wij erin zullen bewegen. Zodat we ten alle tijden een open hart zullen hebben. Ook als er dingen niet gebeuren, ook als er pijn is, ook als er twijfel is of verdriet is. Dat ons hart open zal blijven voor de wonderen en de werkingen en de gaven van genezing die u wilt en kunt doen. U zegt, ik wil het. Word rein, ik wil het. Dat is Gods wil. Gods wil is heelheid. Gods wil is vrijheid voor een ieder. Voor het lichaam van Jezus Christus, maar ook voor deze wereld. U wil het. U wil een ieder redden. U wil een ieder aanraken. Vader, ik bid op dit moment dat vele handen die geopend zijn zoals maar ik mijn handen open heb. Op dit moment open gewoon je eigen handen. En vader, ik dank u dat u deze handen eenvoudig wil vullen met de gave van genezing. Met de gave om uit te delen heelheid, genezing, een snelle werking van doorwerking van uw Heilige Geest. Vader, dat genezingen zullen plaatsvinden in de naam van Koning Jezus. Dat ziekte zal moeten wijken en zal moeten loslaten in de naam van Koning Jezus. Dat lichamen gezond worden. Dat psychische ziekten moeten wijken. Psyche gezond zal zijn. Dat de emoties gezond zullen zijn. Dat er genezing zal zijn naar geest, ziel en naar lichaam. Totaal in de naam van Koning Jezus. En ik dank u, Vader, dat het niet aan onze veelheid van woorden ligt, maar gewoon eenvoudig. Ik wil het, word rein. Wees gezond, wees genezen in de naam van Koning Jezus. Vader, ik bid ook echt voor stoutmoedigheid. Ik bid voor volharding. Ik bid voor woorden die in hun mond zullen zijn. Woorden van leven. Overal waar woorden van leven zullen stromen, zal de dood moeten wijken. Dood en ziekte zal moeten wijken in de naam van Koning Jezus. En ik zie ook echt, heel veel mensen hebben zelf ook echt ziek gemaakt door de leugens te proclameren over hun eigen leven. Ja. En ik zie dat jullie ook echt die woorden van leven zullen spreken en het vrij zullen zetten in de machtige naam van Koning Jezus. Ik dank u, Heer, dat u ons tegemoet komt daar waar we twijfel hebben. En u neemt het weg. U neemt het weg. Wij zullen wandelen in de gaven van u. En ik dank u zo voor uw Heilige Geest. U heeft het zelf gesproken dat wij nog veel grotere dingen zullen doen dan Jezus Christus gedaan heeft op deze aarde. Omdat wij samen zijn met alle heiligen over de hele wereld. Daarom zullen wij grotere werken doen dan Hij. Halleluja. Jezus alleen. Amen. Amen. Nou, lieve mensen, dit moeten korte filmpjes blijven. Dus we gaan voor nu stoppen. Ik heb hier nog een mooie kaart. Die gebruiken wij altijd bij het Evangelisch Werkverbond als we daarmee werken. En ik zal hem even inzoomen, dan kan je hem ook even lezen. En waar een aantal richtlijnen staan die je aan kan houden, of een aantal tips. Als je gaat bidden voor genezing, maar hoe dan ook, ga het doen. Laat je door de ervaring ook groeien vanzelf. Wij hadden deze kaart niet toen we het eerst gingen bidden. We hadden alleen de Bijbel en we lazen wat de apostelen deden, de discipelen. We gingen gewoon hetzelfde doen. Ja, en dat werkte hartstikke goed. We gaan binnenkort ook school voor gebed doen. Dus hou ook onze website in de gaten. Dan zou je ook zoiets kunnen doen. Want daar komt dit veel uitgebreider aan de orde. En voor nu willen we jou zegenen met gezondheid, met genezing. In elk deel van je lichaam en vooral ook met een bewogenheid. Want een beweging ook om te genezen, want dat is wat God wil. Ja. Zelfs al ben je ziek, hè? Want God wil echt ook door, ook als we zelf niet 100% genezen zijn. En je had nog gevraagd of ik wilde bidden voor de mensen die ziek waren. Ja, dat ben ik vergeten. Ja, dat is goed. Maar als je ziek bent, leg gewoon je hand op de plaats waar het pijn doet, als het mogelijk is. Anders misschien iemand die naast jou is. Hij raakt die plaats aan. Vader, ik dank u voor de heling. Ik dank u voor genezing. Ik dank u dat ik ook mag bestraffen elke ziekte, elke zwakte die deze lichamen aanvalt. In de naam van Koning Jezus. En uw heelheid daarover mag uitspreken. Uw opstandingskracht in de naam van Jezus. En ziekte, ik gebied jou de lichamen te verlaten. In de naam van Koning Jezus. Dank u, Heer. Dank u voor de heelheid. Dank u dat u het losmaakt. Dank u dat u het opereert. Ik dank u, Heer, voor uw wonderlijke werking in de naam van Jezus. Wow. Halleluja. Vrijheid. Okay. Vrijheid over de lichamen. Elke beknelling moet wijken in de naam van Koning Jezus. Amen. Amen, amen. Ik voel zo'n kracht van God op dit moment hier. Zo'n zalving van de Heilige Geest dat ik gewoon weet dat Hij zijn werk doet. En nogmaals de challenge. Ik herhaal hem heel kort, maar dan zitten we echt wel max aan onze tijd. Ga gewoon voor zieken bidden. Ga iemand appen.
Doe het vanuit nederigheid en laat God zijn werk doen door jou heen. Amen. Amen.